Wij komen vanavond in vrijheid om stil te staan bij hen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Maar ook bij hen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De vrijheid die wij hier in Nederland kennen is lang geen gemeengoed. Kijken wij werkloos toe als groepen worden gediscrimineerd, als groepen mensen worden vernederd, als ze worden uitgestoten? Want herdenken, wat we vandaag doen, is belangrijk, maar het is meer dan het in verdriet omzien naar het verleden. Herdenken is ook het heden beleven en herdenken is misschien nog wel meer naar de toekomst kijken, vooruitblikken. De les die wij leren uit de Tweede Wereldoorlog, dames en heren, is dat iedereen verantwoordelijk is voor vrijheid. De vrijheid om te geloven, de vrijheid om te spreken, de vrijheid om te zijn wie je bent. De Tweede Wereldoorlog, datgene wat ons land en wat grote groepen van mensen in ons land is aangedaan, leert ons ook dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. We hebben zoveel geleerd en zoveel nieuwe mensen leren kennen. En het is goed om connecties op te doen met andere mensen. En om al deze mensen van onze leeftijd bewust te maken dat het niet altijd zo is geweest dat we in vrede leven. We hebben dan ook regelmatig nog contact met deze mensen. Ook het praten met veteranen was erg interessant om naar te luisteren. Het is erg goed dat ze deze dingen organiseren om ervoor te zorgen dat deze verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog herdacht wordt. There was you to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through today, there's no more use in running. Blij dat je in dit land mag leven, staan en gaan waar je wil. En aan die andere kant, zeer groot, ongemakkelijk verschil. Politiek, geloof en bullshit. Nergens op slaat. Voordat je het weet, sta je recht op straat. Zonder dak, bed, keuken en je favoriete kussen. Dan zeg ik tegen die mensen met die oogkleppen op, niet kijken naar de situatie daar. Sta daar maar eens tussen.